U luistert naar een eredienst voor thuisblijvers van de protestantse gemeente De Hoeksteen in Knokke. Een dankzegging. Ik zal u loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilig paleis en uw naam loven. Om uw goede tierenheid en om uw trouw. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. God heeft zijn belofte gehouden vanwege zijn naam. Op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Laten we in een ogenblik van stilte om een zegen vragen voor deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, de God van Israël, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit zal laten varen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Een genadig en barmhartig God, we zijn hier niet met velen, maar we zijn er. U hebt ons geroepen en we zijn gekomen om naar uw woord te luisteren, om uw lof uit te zingen, om u te danken, gezamenlijk te danken voor alles wat u ons hebt gegeven. Want gezegend bent u, Heere, omdat u ons zegent. Gezegend bent u, Heere, voor al het goede dat u in ons leven werkt. Niets is vanzelfsprekend. Alles is een gave van uw genade. Onze gezondheid, onze vrienden en kennissen,
al onze familieleden, heel onze relaties met anderen, alles is door u aan ons geschonken. Maar dan ook die geestelijke zegeningen, dat we mogen weten verloste mensen te zijn. U hebt ons bevrijd uit het slavenhuis van Egypte. U hebt ons bevrijd van die angst voor de dood. U hebt ons bevrijd tot een nieuw leven. En dat mogen we samen hier vieren en met elkaar delen. En daar zeggen we u dank voor. Heer, we vragen u ook of u in dit uur met ons zijn wilt. Door uw geest ons hart wil raken. En uw persoon en de persoon van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, aan ons hart wilt voorstellen. Dat wij dieper mogen geloven. Intenser. Dat het duidelijker voor onze geestesogen mag zijn wie u bent en wat u van ons vraagt. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik wilde meteen de tekst lezen voor vandaag. En dat is een hele bijzondere tekst. Ik denk dat jullie die nog nooit in een preek gehoord hebben, denk ik. Maar ik zal later wel vertellen waarom ik dat denk. Hij komt uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, 2 Korinthe 4, vers 1 tot en met 6. Een kort gedeelte, maar wel een moeilijk gedeelte. Paulus schrijft daar aan die gemeente: daarom, nu wij deze bediening hebben, nadat ons barmhartigheid bewezen is, worden wij niet moedeloos. Maar we hebben verworpen de verborgen dingen van de schande, omdat wij niet wandelen in sluwheid of het woord van God vervalsen, maar door het openbaren van de waarheid onszelf aan elk menselijk geweten aanbevelen voor Gods aangezicht. Als dan ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan. In wie de God van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft. Opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. En onszelf als uw slaven om Jezus wil. Want de God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen, die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. En ik zei al, het is een moeilijk gedeelte en dat zullen we straks beetje bij beetje moeten ontrafelen met elkaar. Kunnen we zingen geestelijke liederen 164? Thank you.
Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, gedeelte uit een brief van Paulus waarin heel veel belangrijke onderwerpen aan bod komen. En in hoofdstuk 4 zitten we net tussen twee hele belangrijke zaken. Hoofdstuk 3 vertelt ons wat allemaal de voorrechten zijn van het nieuwe verbond waarin wij staan. Het nieuwe verbond in vergelijking met het oude verbond. Oude verbond, de bedeling, het verbond van de straf, van het oordeel, van de wet, van het gij zult. En dan het nieuwe verbond van de genade, van die vrije gave van God, waarmee hij mensen verlost van zonde en dood. Maar hoe doet hij dat en waarom doet hij dat? Dat is vanwege het werk van de Heer Jezus, omdat hij die zonde wilde dragen. En dan in hoofdstuk 5, een heel mooi hoofdstuk over de toekomst die ons wacht. Dat wij nu in dit lichaam toch wel te zuchten en te klagen hebben. Nou, liever zuchten dan klagen. Omdat zuchten betekent dat je ergens onder lijdt en klagen dat je meent dat je ergens recht op hebt. Hè? We hebben nergens recht op. Klagen wil zeggen, ik trek God aan zijn jasje bij wijze van spreken en ik zeg, u moet voor mij zorgen. Nee, zuchten, want het leven is lang niet makkelijk. Als het voor ons al makkelijk is, dan niet voor anderen die wij lief hebben. En tussen die twee hoofdstukken dus in, die nieuwe bedeling in hoofdstuk 3 en onze toekomst in hoofdstuk 5 zit dan dit hoofdstuk 4. En dat gaat over de ervaring van Paulus in het brengen van het evangelie. In die poging om mensen te overtuigen dat de weg die ze moeten gaan de weg van Jezus is. Dat je daar heil en zegen van kunt verwachten. En dan heeft Paulus een aantal ervaringen in zijn missie, kun je zeggen, in dat doorvertellen van het evangelie, die heel sterk lijken op de ervaringen die wij opdoen. En met wij bedoel ik dan niet alleen maar wij als predikanten, of wij als pastoraal werkers, of wij als ambtenaren in de kerk, maar wij als gemeente, als geheel. Het is de gemeente die de opdracht krijgt om de deugden van God te verkondigen. Zo zegt Petrus dat. Hè? Wij moeten laten zien, hoe klein we ook zijn, we zijn dan hier met z'n zevenen, maar we moeten iets laten zien van de goedheid van God, van de genade van God. Dat horen we te delen onderling, zichtbaar te maken in hoe we met elkaar omgaan, zichtbaar te maken in hoe we met buren en met onze naasten omgaan, zodat mensen dat kunnen zien en nieuwsgierig worden en aan jou gaan vragen, hoe komt het nou dat jij zo leeft? Waarom leef jij op deze manier? Waarom ga je naar de kerk op zondag? Waarom ben je met de dingen van de Bijbel bezig? En dat je daar dan ook een antwoord op kunt geven. Het is een missie voor de gemeente. Het is een missie voor elk van ons. Een ieder op zijn eigen wijze. En een ieder op zijn eigen plaats. Paulus begint dan dit hoofdstuk met de woorden, daarom nu wij deze bediening hebben. Dus die bediening van de geest. Die bediening van de bevrijding. Een opdracht. Diakonie staat er letterlijk, een opdracht om te zorgen dat mensen horen van deze nieuwe tijd, van dit evangelie wat hij nu dienen mag. Dit verhaal, dit goede nieuws over wie Jezus is en wat hij voor de wereld en voor ons gedaan heeft. We hebben die bediening, zegt hij, dat is een hele lastige geweest, dat weten we van Paulus, maar hij noemt dat een daad van barmhartigheid van God. We moeten niet zuchten onder die taak die we gekregen hebben. Het is barmhartigheid die daar de achtergrond van is. Het is Gods genade die jullie in staat stelt om iets te weten van deze wijsheid van God, van deze diepten van Gods geest. Het is jullie gegeven om de genade van God te leren kennen. Te beseffen wat God gedaan heeft om ons te bevrijden van de zonde, dood en oordeel. Dat is barmhartigheid. En dan zegt Paulus, helemaal vanuit de ervaring van die tijd, we worden niet moedeloos. Daar moet je eens even over nadenken. Dat Paulus zegt, we worden niet moedeloos. Dat betekent dus dat het wel op de loer ligt. Dat je heel moedeloos kunt worden als kerk. Als gemeente hier in Knokke-Heist. Je kijkt om je heen, je ziet de lege stoelen. Word je dan niet moedeloos? Zinkt de moed je dan niet in de schoenen?
Dat is ook een goede Vlaamse uitdrukking, toch? De moed zinkt je in de schoenen. Wat moet dit nog over 10 jaar of over 20 jaar? Zijn we er nog dan als gemeente hier? Nou, zijn wij er persoonlijk nog of is de gemeente hier dan er nog? En Paulus zegt, we worden niet moedeloos. Want het is een prachtige boodschap om met anderen te delen. Het is een schitterend verhaal, het evangelie. Daar wordt hij niet moedeloos van. Want er is reden zat om moedeloos te worden. En dan noemt hij 3 dingen die we alle 3 meemaken als wij proberen dat evangelie uit te leggen aan anderen. 3 dingen die jullie kunnen meemaken, die ik heb meegemaakt en kan meemaken. In de eerste plaats, hij zegt, er is een aanstoot aan dit evangelie. Mensen nemen er aanstoot aan. De Grieken zoeken wijsheid en die vinden het evangelie maar een dom verhaal. Mensen met enige opleiding, die verliezen dan vaak hun geloof. Hè? Als jonge mensen gaan studeren en ze zitten een jaartje in de schoolbanken aan de universiteit of misschien wel op de middelbare school. Ze horen zoveel om zich heen wat niet strookt met het evangelie. Mensen maken het belachelijk. Ze durven niet te zeggen dat ze nog naar de kerk gaan. Het is vaak heel moeilijk om dat vol te houden. Grieken zoeken wijsheid en die is niet te vinden in het evangelie. Denken ze. Maar Paulus die zegt, ja maar dat is de wijsheid van God. Dat is dwaasheid in de ogen van de mensen. Maar het is de wijsheid van God die op deze manier alles geregeld heeft. Maar hoe vaak komt het niet voor dat mensen, jonge mensen, hun geloof kwijtraken zodra ze gaan studeren. Het is mij overkomen, toen ik eenmaal ging studeren, dat mijn geloof op een heel laag pitje kwam. Zo klein, zo laag pitje was, dat je niet eens kon merken dat het nog aan was. De warmte was weg en het licht was weg. Dat is wat studie vaak met je doet. De Heere heeft mij daarvoor bewaard. Die heeft mij toch een andere richting gegeven. Maar het is altijd een lastige zaak om met die Griekse wijsheid, de wijsheid van de cultuur, wat mensen denken, wat een leraar zegt, wat zo al geschreven wordt in kranten, om je daartegen te verzetten en vast te houden aan de waarheid van de Bijbel. Tweede wat hij zegt is, er is een verblinding. Ik heb wel eens gesproken over een oude vriend van mij, waarmee ik heel veel samen studeerde en ook samen over het evangelie sprak. En die vriend zei op een goed moment tegen mij, dat zal ik nooit vergeten. Die zei, ja, ik weet wel dat het waar is, maar ik geloof het niet. Dat is wel apart, hè? Dat iemand zegt, ik weet dat die dingen zo zijn. Ik heb er geen argumenten tegen. Het is precies zoals de Bijbel zegt. En ik weet dat ook van binnenuit, zei hij. Ik weet best wel, ik ben een zondig mens, ik heb Gods genade nodig en het verhaal van Jezus is prachtig. Hij zei, maar ik kan mij er niet toe brengen om me daaraan over te geven. Ik denk dat dat is wat Paulus hier bedoelt met het woord verblinding. En wie de God van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft. Ze zien het wel en ze zien het tegelijkertijd ook niet. Ze weten het wel, maar het dringt niet werkelijk tot hun hart door. Iets later in dit gedeelte zegt Paulus, de God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen, die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God. Er was nog iets nodig wat God deed. En ik weet niet hoe het later met hem is afgelopen. Ik heb hem uit het gezicht verloren. Maar Paulus die zegt heel duidelijk, je kunt het ook niet weten. Je kunt het niet op je eigen houtje uitzoeken en dan tot geloof komen. God zal zijn licht bij een mens moeten laten schijnen. Zal zijn licht in je hart moeten laten schijnen. Dat zijn woorden van de scheppingsdagen van Genesis 1. En God sprak, er zij licht. En er was licht. God geeft dat licht aan iedereen die hij wil. Ik kan het die vriend van mij ook niet verwijten dat hij niet tot geloof kwam. Ik kan niet tegen hem zeggen, wat ben je toch een sufferd. Je weet het zo goed en toch wil je de consequenties niet aanvaarden.
Je zegt dat je het evangelie eigenlijk gelooft, maar je wilt niet handelen en leven volgens dat evangelie. Ik kan hem niks verwijten. Als de Heere niet in ons hart schijnt en ons door al die woorden van de Bijbel heen, door al die geschiedenis heen, de persoon van Jezus voorstelt. Het licht immers is het licht van de heerlijkheid van Christus. Als je over Christus leest, maar je komt niet onder de indruk. Als je hoort van zijn woorden en daden, maar ergens van binnen zegt het je niks. En heb je nog meer helden in je leven en nog meer personen die je belangrijk vindt. Ja, dan kan je alle kennis van de wereld hebben. Dan kun je de Bijbel uit je hoofd geleerd hebben in 25 talen. Maar als het niet je hart heeft geraakt, zul je nooit tot geloof komen. Het hart van veel mensen is verblind geraakt, of met een andere uitdrukking, verhard geworden. Niets kan er meer inkomen. Het dringt niet door. Het blijft aan de oppervlakte zitten. Zo zijn heel veel mensen. En Paulus moet dat hebben meegemaakt. Dat hij het evangelie uitlegt in de synagoge aan Joden. Die dat toch kunnen begrijpen. Dat is geen vreemde taal. Dat is de taal van het Oude Testament. Die begrijpen ze. En dan legt hij uit de Messias is gekomen. En hij citeert Jesaja en Mozes en Deuteronomium en alles doet hij. En de Joden zeggen, ja, we begrijpen je wel, maar het raakt ons niet. We hebben daar niets mee. Hoe vaak zeggen mensen dat niet? Ja, maar ik heb daar niks mee. Dat wil niet zeggen dat ze het kunnen weerleggen of dat ze een betere weg weten. Maar ze houden het simpelweg van zich af. Te ingewikkeld, te moeilijk, te zwaar. Ja, dan moet je misschien allerlei dingen doen. Dan moet je zondag vroeg je bed uit. En laat het maar simpel houden in het leven. Bovendien, wat zullen mijn vrienden zeggen? Als ik naar de kerk ga, wat zullen ze dan niet van me denken? Verblinding van de God van deze eeuw. Wat is de God van deze eeuw? Vrij vertaald, dat is de heersende cultuur. Dat is zoals wij met z'n allen zo'n beetje denken. Wat de meerderheid denkt, wat de meerderheid zegt, wat we met z'n allen vanzelfsprekend vinden. Nou, wat vinden we met z'n allen vanzelfsprekend? Niet dat er een God is die de wereld heeft geschapen, niet dat deze God de wereld nog in zijn hand heeft, niet dat Jezus aan het kruis voor onze zonde stierf. Dat zijn niet de vanzelfsprekendheden van deze wereld. Wat dan wel? Hoe verleidt dan, hoe verblindt dan de God van deze eeuw mensen? Nou, door te zeggen, je mag je eigen leven leiden, je bent vrij, je mag je eigen weg kiezen. Je hoeft je eigenlijk van niemand wat aan te trekken. Nou ja, van de wetgever, want anders kom je in de gevangenis terecht of krijg je een boete. Dat is het enige waar je voor moet oppassen. Voor de rest mag je helemaal zelf bepalen hoe je leeft. Dat is wat de God van deze eeuw zegt. Dus het maakt niet uit of je naar de kerk gaat of niet naar de kerk gaat. De God van deze eeuw zegt, het maakt niet uit, het doet er niet toe of je boeddhist of hindoeïst bent. Of je jood bent of christen of moslim of helemaal geen godsdienst hebt, het maakt niet uit. De God van deze eeuw die zegt, iedereen moet het zelf maar uitzoeken. Iedereen moet maar zelf bedenken wat goed en kwaad is. Iedereen moet zijn eigen God maar bedenken. Dat is de God van deze eeuw. En daardoor zijn mensen verblind. Ze zien het licht niet meer, want hun ogen kunnen daar niks meer bij zien. Als je verblind bent, zie je niks meer. Als je verblind bent, wil zeggen, ik heb te sterk in de zon gekeken, dan zie je niks meer. Nou, God van deze eeuw heeft de ogen van mensen verblind, zodat ze die heerlijkheid van Christus niet zien. Wel weten wat er met Jezus gebeurd is, wel het verhaal horen van het evangelie. Misschien gaan ze met kerst naar de kerk. En horen ze nog eens dat prachtige geboorteverhaal van Jezus. De heiland is geboren. Maar het dringt niet door tot het hart. Eerste is, we nemen er aanstoot aan. Het tweede is dat de cultuur mensen verblind heeft. Het derde is, ook een heel vreemd trekje van onze tijd. Dat is, wat ik alleen maar zo kan omschrijven, intolerante tolerantie. Intolerante tolerantie. Tolerantie wil zeggen, ik vind het prima wat een ander denkt. Je moet zelf maar weten wat je denkt.
totdat iemand zegt, ik geloof in de Bijbel, ik geloof in Jezus. Daar zijn mensen dan vaak intolerant tegen. Oh, maar dan denk jij natuurlijk dit en dat en zus en zo. En dan ben jij heel naar tegenover en mensen met een andere seksuele oriëntatie. Of je bent tegen vreemdelingen, of je bent tegen dit, of je bent tegen dat. Mensen trekken dan vaak hun conclusie. Misschien hebben jullie dat ooit meegemaakt, dat je tegen iemand zegt dat je naar de kerk gaat. Dat je een christen bent. En wat is dan de eerste reactie? Oh, dan zul jij wel. Oh, dan denk jij zeker. Of dan komen de voorbeelden aan uit het nieuws van predikanten en priesters die over de schreef gegaan zijn. Hoor jij bij dat zootje? Hoor jij bij die mensen? Intolerante tolerantie. Alles mag, behalve als je zegt als christen, ja, maar sommige dingen mogen niet. Sommige dingen zijn niet Gods wil. Ja, dan ben je weer intolerant en dan sluit je een ander weer uit. Hè? Dat mag niet. Je mag geen opvatting hebben waar een ander aanstoot aan kan nemen. Je mag geen opvatting hebben waar een ander zich aan ergert. Daar is deze tijd heel intolerant tegen. De waarheid zeggen. De waarheid zoals de Bijbel die over de wereld weergeeft. Nou, je krijgt er gegarandeerd moeilijkheden mee. Echt gegarandeerd. Ik heb een tijd lang op een forum gezeten. Als je een beetje internetgebruiker bent, dan weet je wat dat is. Hè? Een soort van praatgroep op internet. En dat was van een groep die heette de Vrijdenkers. Vrijdenkers. Nou, dat is geen club waar ik uit mezelf naartoe gegaan zou zijn. Maar ik werd ervoor uitgenodigd. Ze hadden blijkbaar een sparringpartner nodig. Iemand om tegen te keer te gaan. Nou, dat werd ik. Zonder het te weten, zonder het te willen. Maar dat ging meteen met grote passen, hoor. Oh, jij gelooft zeker. En dan kwam er een lijst van ellende. En dat zou ik dan allemaal geloven. Dat wisten ze al, hadden ze allemaal uitgezocht. Allemaal mensen die de kerk verlaten hadden toen ze 20 waren, 30 waren, 50 waren. Allemaal met een grote wrok in hun hart over die nare kerk waaraan ze waren ontsnapt. Nou, en ze hadden mij uitgenodigd om eventjes stevig tegen mij te keer te gaan, want ik zou die kerk wel verdedigen. Ik vertel later wel eens een keer hoe dat allemaal is afgelopen, maar één ding haal ik eruit. Er was één man daar en die had het maar steeds over filosofie. Nou, dat is leuk, want dat is ook een vak van mij. Hè? Dus we hadden een tijdje een gesprek over filosofie. En toen dacht hij dat ik dan helemaal overtuigd was geraakt van zijn opvatting. Hij dacht dat ik als predikant zou aftreden en dat ik lid zou worden van het Vrijdenkersforum of wat dan ook. Toen zei ik, nee, we hebben het wel over filosofie, maar dat wil niet zeggen dat ik geen christen ben. Dat wil niet zeggen dat ik het evangelie niet geloof. We praten over menselijke wijsheid, maar Gods wijsheid gaat daar bovenuit. Toen werd hij zo boos, heeft hij me meteen van het forum gegooid. Nou, door iemand anders werd ik weer teruggehaald naar de hele geschiedenis. Maar hij was daar zo boos over. Oh, jij bent dus ook zo'n kleinzielige evangelische dominee. Dat was zijn eindoordeel. Nou, tolerante intolerantie of intolerante tolerantie maak je daarmee. Maar je kunt ook het evangelie niet delen met argumenten alleen. Je kunt mensen niet overtuigen met slimmigheid. Paulus die schrijft in zijn eerste brief van deze gemeente, toen ik bij jullie kwam, kwam ik niet met overredende woorden van wijsheid jullie het evangelie verkondigen, maar ik kwam in zwakheid en in Godskracht, opdat alles alleen maar zou berusten op de kracht van God. Paulus had dat kunnen doen, was geleerd genoeg, had met ze in debat kunnen gaan. Jullie zeggen dit, maar ik zeg dit, en argumenten uitwisselen en een hele discussie houden, maar het zou niet geholpen hebben. Wat hij uiteindelijk deed, was daar staan en vertellen over zijn leven met Jezus. Hoe hij Jezus ontmoet had onderweg naar Damascus. Hoe die Heer tegen hem gesproken had. Had gezegd, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hoe hij daarna heeft meegemaakt dat de schellen hem van de ogen vielen. Dat hij het licht zag. Dat hij Jezus Christus zag zoals hij werkelijk is. En dat hij hem aannam als Heer. Heel veel predikanten proberen in hun gemeente heel veel wijsheid te brengen. En nou, ik wens ze alle geluk en zegen daarbij.
Maar het lijkt mij een weg die eerder tot misverstanden kan leiden, tot problemen kan leiden, dan een weg waarlangs mensen tot geloof komen. Je kunt ingewikkeld doen over het evangelie. En dat doe ik graag, want dat is ook in de aard van dit beestje. Hè? Prachtig om dat allemaal uit te zoeken en aan de argumenten op een rijtje. En ik kan er wel 100 bedenken. En hoeveel heb jij er? 104, oh, dan moet ik nog even doorwerken. Prachtig om daarover na te denken en met argumenten te komen. Het evangelie is niet zomaar een verhaaltje. En toch, in mijn ervaring, helpt het niemand om zo met de schrift en met Jezus bezig te zijn. Wij prediken niet onszelf, zegt Paulus. Het gaat niet om mijn wijsheid. Het gaat niet om wat ik te brengen heb. Het gaat niet om mijn ervaringen of mijn prachtige ideetjes. Nou, ik heb er een heleboel hoor. Ik heb een heleboel prachtige ideetjes, maar ze doen er geen van allen toe. Het is waarachtig alleen maar ruis die kan afleiden van de hoofdzaak. Wij prediken niet onszelf, zegt Paulus. Had hij toch reden toe om over zichzelf te praten, die apostel van Jezus, die Jezus gezien had? Daar kon hij toch eindeloos over vertellen? We prediken niet onszelf. Dat is niet de inhoud van de verkondiging. Maar Jezus Christus als Heer. Jezus Christus als Heer. Het evangelie is niet een poging om mensen bij de kerk te halen, omdat we zo graag die stoelen gevuld zouden zien. Het evangelie is niet een poging om in deze wereld wat goeds te doen, nog een beetje bij te dragen, zodat er wat minder ellende in de wereld is. Dat is de plicht van iedereen, in of buiten de kerk. Daar is de kerk niet voor. Het evangelie is niet dat mooie privéverhaal waar je thuis van genieten kunt en wat je uit het oog mag verliezen zodra je over de drempel naar buiten stapt. Het evangelie is een verhaal over Christus Jezus als onze Heer. Wij zijn zijn dienstknechten. Wij horen te leven zoals Hij het ons opdraagt. En we hebben daar alle reden voor. Want deze Heer heeft zijn leven gegeven voor jou en voor mij. Het is de simpele, aanstootgevende, irritante boodschap van het evangelie. Het is te simpel om niet te prikkelen tot tegenspraak en te zeggen, wat een sprookje is dat toch. Wij prediken Jezus als Heer omdat Hij zijn leven gaf uit liefde voor jou en voor mij. Omdat dat nodig was. Omdat wij zonder dat offer van Hem geen leven zouden kunnen hebben. Geen geestelijk leven zouden kunnen hebben. Onze relatie met God zou voor eeuwig verstoord zijn geweest. Simpele boodschap. Simpele boodschap. En o zo diep. En o zo veel over te vertellen. Met zoveel nuances en onderdelen dat er een hele Bijbel voor nodig is om uit te leggen wat dat betekent. Maar Hij heeft van mij gehouden. Hij hield van mij. Hij houdt van mij. Hij gaf zijn leven voor mij. Dat is de waarheid waar ik elke dag mee mag opstaan. In simpele woorden die voor die vriend van mij van destijds te simpel waren om waar te kunnen zijn. Hij houdt van mij en heeft zijn leven voor mij gegeven. Ik ben in Hem gestorven. Ik deel zijn dood en ik deel zijn opstanding. Simpele woorden die een aanstoot zijn voor iedereen die wijsheid zoekt. En die mensen in hun verblindheid niet kunnen begrijpen. Waar de tolerantie van deze eeuw van zegt, nou ja, zolang je er anderen maar niet mee lastig valt, dan mag je dat best denken en geloven. Maar dat is de boodschap die Paulus wilde doorgeven in heel zijn missie. En waar je dus maar niet moedeloos van kon worden, omdat het zo mooi was. Omdat het zo mooi is. Het leven van Jezus wordt openbaar in ons sterfelijk vlees, schrijft hij. Het leven van Jezus, wie Hij is, zijn karakter, wat Hij gedaan heeft, de toekomst die we in Hem hebben ontvangen, die moet zichtbaar worden in ons leven. Nou, hoe doe je dat? Ook weer zo simpel. Bijbel lezen, over nadenken, die woorden absorberen in je hart, bidden, op zondag of misschien door de week heen zingen, het loflied zingen voor deze Heer. Gewoon dat eenvoudige wat Hij ons heeft aangereikt. Terugdenken
aan je doop of beseffen wat je doop betekent. Avondmaal vieren. Al die middelen die hij heeft aangereikt opdat wij zouden groeien in het geloof en opdat onze bediening, elk van ons heeft een bediening, opdat onze bediening sterk zou worden en zou wijzen alleen maar op die ene Heer. Niet naar onszelf, maar naar Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft gewassen in zijn bloed. Dat is het oogmerk en het doel van het evangelie. Hem groot te maken. Hem te verheerlijken. Voor Hem het loflied te zingen. Een loflied dat ons hele leven vullen kan. En wat een ander kan horen als hij onze stem hoort. Wat een ander aan ons kan zien als ze ons leven zien. Dat is het oogmerk van ons gelovig leven. Dat is het doel van gemeente zijn. Om dat samen ook te oefenen en dat mogelijk te maken bij elkaar. Wij hebben een bediening. Op een andere plaats heeft Paulus een hele lijst gegeven van de vorm van die bediening. De Heilige Geest, schrijft hij, deelt uit naar gelang hij wil. Elk van jullie heeft een opdracht, een taak te vervullen in dit leven. Het is niet voorbehouden aan bepaalde zichtbare, openbare bedienaren, hè, of dienaren van het woord. Kan onzichtbaar zijn. Kan betekenen dat je geroepen bent om in gebed te gaan voor anderen. Kan betekenen dat je geroepen bent om iets te organiseren van het gemeentelijk leven. Kan betekenen dat je geroepen bent om in je omgeving door gedrag en door woord te getuigen van deze Heer. Maar ieder van jullie heeft een bediening. En als je die ontdekken kunt, als je weten kunt wat de Heer jou als taak heeft gegeven, kun je daarin groeien en sterker worden. Kun je het meer gaan doen, meer ervaring ermee krijgen. En die bediening is geen last, maar is een barmhartigheid die ons bewezen wordt. Geef God dan dat wij, net als Paulus, kunnen zeggen, we worden niet moedeloos. Ondanks die rare tijd waarin we leven, ondanks die tot bijna niets gereduceerde gemeente van Christus in de wereld, dat we niet moedeloos worden, volhouden. Want de Heer van de gemeente vraagt het ons. En Hij zal het door ons doen. Amen.
als inleiding op dankgebed en voorbeden lees ik u nog een gedeelte uit Psalm 138, vanaf vers 7. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toren van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. Een paar woorden nog uit Psalm 139, vers 23. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Laten we samen bidden. Ja, Heer Jezus, dank u wel dat u ons op die eeuwige weg hebt gebracht. Vader in de hemel, dank u wel dat u het licht van het evangelie in onze harten hebt doen schijnen. Want zoals we hier zitten, mogen we zeggen dat wij uw zoon kennen. Dat we uw zoon hebben aangenomen. Dat we niet buitenstaander zijn gebleven, maar dat we hem waarachtig als onze Heer, als onze Verlosser hebben geaccepteerd. Dat was niet ons initiatief, maar het uwe. U hebt ons naar ons toe gebogen. U hebt ons hart aangeraakt. En zo zitten we hier dan. Met alle zwakte die we hebben, geestelijk en lichamelijk. Hoe klein we ook als gemeente geworden zijn, maar we zitten hier. En namens Knokken en Heist roepen wij u aan. Namens al die mensen die u had willen roepen, die u geroepen hebt, maar die geweigerd hebben om te komen. Die verblind waren. Die er alleen een aanstoot in gezien hebben, een ergernis. Of die tegen ons zeggen, het is best als je mij er maar niet mee lastig valt. Ach Heere, hoe moet het dan met hen verder? Als we uw woord niet aannemen, uw evangelie niet aannemen, wat kan dan nog hun leven zijn? Aan de buitenkant misschien prachtig, zonder problemen. Het lijkt misschien wel of ze gelukkig zijn, maar ze vinden geen rust in u. En hun geweten zal hen aanklagen, zegt uw woord, op de jongste dag. Hun geweten zullen elkaar aanklagen, zegt uw woord. Maar wij mogen rusten in het werk van de Heer Jezus, die onze zonde en schuld gedragen heeft op het kruis. Zodat wij nu veilig zijn voor dat oordeel en verlost uit zonde en dood. Heere, wat een voorrecht is het om hem te kennen, uw zoon te hebben leren kennen. Dank u ook, Heere, dat u elk van ons een bediening gaf. Een deel van het werk van de gemeente. De verkondiging van het evangelie. Heere, geef dat elk van ons die bediening ook kent. En er zich voor inzet. En uw hulp daarbij inroept. En Heere, dank u dat u door uw Heilige Geest en ieder van ons bekwaam hebt gemaakt tot die bijzondere bediening. Heere, we willen ook bidden voor deze wereld. Niet voor haar tijdelijke noden, dat zijn er vele. Corona en de economie en gerechtigheid voor allen. En het geweld tussen mensen en het geweld tussen staten en de ongelijkheid in de wereld. Er is zoveel, Heere, dat er nood is. Maar die nood kan alleen maar worden weggenomen als u terugkeert, Heer Jezus. Alleen in uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid
wordt het geweld en de haat weggebannen. Alleen in uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid wordt aan ieder mens recht gedaan. Heere, in uw koninkrijk zult u stralen als die ene waarachtige koning die wij nu al mogen kennen, die we nu al mogen gehoorzamen, onderweg naar die nieuwe tijd. Heere, zo is dan ons gebed voor de wereld, dat u nog velen tot uw evangelie wilt roepen, dat uw licht wilt schijnen in hun harten, opdat de verblindheid wordt weggenomen. De God van deze eeuw heeft hun harten verblind, zodat ze u, Heer Jezus, niet herkennen en niet erkennen. We bidden voor hen, Heere, die in die verblindheid leven, dat ze daaraan mogen ontsnappen, in de kracht van uw genade en door uw Heilige Geest. Heere, we vragen voor de gemeente rondom ons, Oostende en Brugge, wil ook hen bewaren en zegenen, doen groeien. We horen goede berichten, met name uit Brugge. Heere, zegen ook de voorgangers, Andries Boekhout, Jannica de Prenter. Heere, wees met hen en in hun moeilijke bediening. We vragen ook voor ons hier in Knokke-Heist. We zijn met weinig, maar we zijn er. We zijn er nog. We willen hier in Knokke-Heist een getuigenis oprichten voor uw naam. Met een open deur voor iedereen die u tot ons wilt bijvoegen. Opdat ze mogen meedoen, hun plaats kunnen vinden in uw gemeente. Heere, geef dat nog velen die weg zullen gaan en zullen volgen. Heere, wilt u geven dat de gevolgen van die watersnood in België, met name in het zuidoosten, in het Waalse gebied, dat daar een goede oplossing voor komt. En help ons ook hier om alles weer in orde te brengen. Na die overstroming in de kerk, de Anglicaanse kerk van St. George. Heere, help ons dan om komende zondag in die kerk weer te mogen samenkomen. We denken dat dat uw wil is, Heere. Opdat er nog velen van buiten ook zich bij ons zullen voegen. We vragen van onszelf hier of u ons volharding wilt geven in het geloof. Of u ons wilt helpen elkaar op te bouwen in het geloof. Of u wilt geven dat wij volhardend zijn, ook in onze Bijbelstudie. Dat we op die manier mogen groeien in geloof. Heer, we leggen dat alles bij uw troon van genade neer. U beschikt over ons leven. Maak ons tot uw dienstknechten. En leer ons vol te zijn van u. Vol te zijn van uw heerlijkheid. Daarmee bezig te zijn. Daarvan doordrongen te zijn. Want daar komt de kracht vandaan die we zo dringend nodig hebben. Zegen ons ook lichamelijk. U kent onze lichamen, want u bent onze schepper. Geef ons dan wat nodig is om overeind te blijven, om krachtig te kunnen doen wat nodig is. Wees met ons, Heere. Neem pijn en zorgen weg. Dat mogen we u vragen. In Jezus' naam. Heere, we willen in een ogenblik van stilte ook onze persoonlijke zorgen bij u neerleggen en daarachter laten. Bidden wij dan met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gaat dan heen in de vrede van de Heer naar de plaats waar Hij u gesteld heeft om daar tot een zegen te zijn. Maar gaat dan met zijn zegen. Daar mogen we bij staan. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Amen, amen, amen. U hebt geluisterd naar een uitzending van Koinonia Live, het internetkanaal voor de studie van Gods woord. Ga naar koinoniabijbelstudie.nl voor meer video en audio. Graag tot ziens!